Als het dadelijk af is, wordt het een maak, denk en werkplek voor alle leeftijden. Wat concreet inhoudt dat we kinderkampen, theatervoorstellingen, muziek, debatten, heidagen gaan doen. Maar je kan hier ook komen werken. En dat allemaal op een unieke locatie in de stad, maar toch in het groen. Ik ben Maurice Pecht van Buitenplaats Brienenoord en we zijn nu hier onze plek aan het bouwen. Kijk, er stond hier een pand uit 1929. Dat hebben we eigenlijk langzaam gedemonteerd. Dus deze platen lagen ooit op het dak. De balken die je hier ziet, dat waren ooit de vloerbalken en voor een deel de dakbalken. Dus we proberen zoveel mogelijk van het oude pand weer een nieuwe plek te geven. Waar dit rechthoekige vlak staat, dat is het oude pand. Dus er komt hier een extra brug en dan gaan ze hier de brug vervangen en dan kan je mooi een rondje rennen. Het spannende van dit eiland is inderdaad, je komt dat bruggetje over, je stapt de natuur in en ineens ben je ergens anders. Wel in de stad, want je hoort hem. Bij slechte wind ruik je hem. Je voelt hem wel aanwezig, maar je bent er niet in. En die dubbelheid, daar werden wij zelf heel gelukkig van. Het voordeel van Stadionpark is dat het ervoor gezorgd heeft dat het eiland gewoon als groenplek weer bij heel veel mensen in beeld komt. En door die verbindingen die extra gemaakt worden, wordt onderdeel van een groter geheel, terwijl nu veelal het eiland nog een soort verstopt is.